Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Strandhotel Golfzang en Zorg en Zekerheid. Wat doet een greenkeeper op het KLM Open? Maar eerst Robert-Jan Derksen. De golfer uit Blaricum doet voor de 20e en laatste keer mee aan het KLM Open. Waar iedereen al begint over zijn afscheid, kijkt hij liever vooruit. Ja, zeker. Dus daar ben ik ook het meest mee bezig om een goed toernooi te spelen. En inderdaad, iedereen heeft het wel over het afscheid en mijn laatste KLM Open, de 20e. Dat is ook zeker waar, maar dat laatste is pas inderdaad zondagmiddag als het afgelopen is. En voor nu is het nog goed kopje erbij en zo goed mogelijk eindigen. Zondagmiddag 5:00, dat zou het mooiste zijn, de laatste bal. Ja, dat zou het mooiste zijn. Dus winnend afsluiten, dat is het droomscenario. En hoe dat zal zijn, weet ik niet. Dat moet je me zondagmiddag vragen. Mocht Derksen winnen, brengt dat wel een nieuw probleem met zich mee. Het is in de sportwereld gemeengoed je titel te verdedigen. En dat is vrij lastig als je stopt. Toen heb ik de belofte inderdaad gezegd van nou, als ik win, dan kom ik het volgend jaar verdedigen. Dus ik stop nog steeds dan, maar dan kom ik wel dit toernooi spelen. Dus, dus dan zou het nog niet mijn laatste KLM Open zijn, maar... Ja, je weet het, winnen is heel moeilijk en we gaan gewoon proberen zo goed mogelijk toernooi te spelen. En dan zijn zorgen die ik dan later heb om volgend jaar terug te komen. Wie wellicht kunnen helpen bij een zege zijn de greenkeepers van de Kennemer Golf & Country Club. Zij verzorgen de baan en kunnen deze zo aanpassen, zodat deze past bij het spel van de Blaricummer. Derksen heeft wel een ideetje. Zou ze misschien die hol wat groter moeten maken van mij? Dat zou... En dan als ik geweest ben, dat hij weer wat kleiner wordt. Nou ja, ik heb een hoop voor de heer Derksen over, maar ja... Nou ja, de baan moet je spelen zoals hij is. En let the best man wins. Aan het woord is Lucas Santos. Hij is assistent hoofd greenkeeper en is dus verantwoordelijk voor hoe de 18 holes erbij liggen. Ieder grasprietje en zandkorreltje wordt door hem en zijn team onder handen genomen. Al een maand is hij bezig met de KLM Open. En nu neemt de 34-jarige Alkmaarder ons mee over zijn terrein, de golfbaan. Nou, we staan nu op de 18e fairway. Dit is een stuk mat wat op 9 mm hoogte wordt gemijd. Tijdens toernooidagen, vooral met de afgelopen tijd, hebben we veel water gehad. Worden die twee keer per dag gemijd. En straks, met het toernooi zelf, hoeveel uur ben je dan per week hier, per dag? Ja, dan ben ik zo'n beetje van 4:30 ochtends verzamelen. Ik durf het bijna niet te zeggen. En we gaan zo'n beetje tussen 9 uur 's avonds en 10 uur gaan we weg. Maar dit is toch wel een eer dat al die toppers hier komen? Ja, het is natuurlijk fantastisch om op zo'n baan te werken. En het is een beetje crème de la crème de Nederland. Uiteraard is de kwaliteit van het zand erg belangrijk, ook voor het spel. Het zand moet absoluut niet te zacht zijn, maar ook absoluut niet te hard. Ze verlangen eigenlijk dat de onderzijde van het zandbaan iets harder is dan de bovenzijde. Waardoor ze makkelijk eruit kunnen pitchen of chippen. Voor de rest wordt zo'n bunker zoveel mogelijk geharkt. Het is ontzettend belangrijk dat je dat zand zo egaal mogelijk houdt. En eigenlijk de vorm van de bunker ook zo egaal mogelijk houdt. Zo'n green is natuurlijk heel kwetsbaar. Dat wordt bij ons dagelijks en tijdens toernooi op een hoogte gemijd van 2,5 mm. Het is bijna niet te geloven. Ben je dan met een nagelschaartje? Je zou zeggen met een nagelschaartje, maar dat zijn echt machines die dat allemaal kunnen doen. En waarbij je eigenlijk totaal geen beeld ziet waar de machine gereden heeft. Prachtig. Omschrijf het eens hoe het voelt. Het voelt als een kortpolig tapijtje. De hol steken, ja, erg belangrijk. Want uiteindelijk... Kan het voor de Dutch Open €1000 schelen voor een speler als hij op een slechte hol een mooie shot mist. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Strandhotel Golfzang en Zorg en Zekerheid.